Oké, hey allemaal en welkom bij Cube World. Hey, start game. Ik had al graag een poppetje aangemaakt. Het is een warrior. Nee, ik ga toch een nieuw poppetje aanmaken. Delete character. Create. Gewoon weer dezelfde naam. Oké. Ik heb weer een. Ah, ik ben gewoon weer een frogman. Warrior. Gewoon warrior. Ik wil eigenlijk helemaal niks hoeven veranderen. Oké. Ja. Die haak ik ook meteen direct weg. Want ik weet dat die enorm irritant is. Seed. Crazy World. Nou, bij mij heb ik het ook niet eens aangezet dat hij moest gaan tellen al die shit whistle. Oké. Holy fuck! Direct drie bisons! Help! Bol. Nee, dit is niet leuk. Oh fuck, please wait. Ik loop ook helemaal verkeerd voor de stad. Tot namelijk hier naartoe. Auw, auw. Oké. Ja, dit is me dood. Zucht. Help. Peacock, lekker. Oké. Fuck. Fuck. Ja, ik ben dood. Oké. Oh, lekker, ik zit. Waar zit ik nu? Nice. Ik ben direct bij het vatje. Dat is wel enorm nice. Oké, wat gaan we doen? We gaan alles killen wat we kunnen killen. Deze. Kijk, al een blauwe naam, dus ik kan je niet aanvallen. Even kijken. Oké, we gaan gewoon een pad volgen en dan kijken of we ergens komen. Nee, we gaan gewoon. Kijk, nou, we gaan gewoon heerlijk naar die dungeon daar. En daar lopen we gewoon naartoe. En oké. Humans en squirrels. Ik zit gewoon tegelijk van half mee te nemen hier. Oh fuck, ik had eens een kleine lag spike. Maar ja, goed, kan gebeuren. Oké. Maar wij gaan dus gewoon hier verschillende leuke dingen in doen. Mag je plant killen. Heel belangrijk. Oké. Nog een plant. Oh ja, ik moet trouwens nog iets veranderen. Ik wil namelijk direct. Oh nee, ik kan nog beter deze nemen, die ik nu ben. Gebeurt ineens iets in de buurt. Oké. Hopelijk vinden we niet al te krachtige vijanden. Ze moeten blauwe naam. Lichtblauw is meer dan genoeg. Eentje die kan. Hey, Frogman! Frogman! Hallo! Oké, Beatles. Lekker. Oh, wat zijn dat? Lekker hem ook, Frogmans.
Lizard Man. That was okay. Holy fuck. Oh fuck. Die verdedigen beide. Lekker. Wow. Een uil. Wat leftovers. Oké. Dat is zoals we maar we hebben net onze eerste XP gekregen. Finally. Wow. We hadden fout kunnen aflopen. Human. Bunnies. Hallo. Ik doe natuurlijk lekker veel schade. Oké. Die meenemen. Aanvaller. Bam. Kill it. Oké, okay, waar rij je naam? Voilà. What the fuck is dat? Shabby Wood Staff. Oké, okay, neem het gewoon mee. Dat is tenminste een formule. Dus dan moet je spullen die droppen moet je verzamelen. Dan maar een crafting table waarschijnlijk. En dan kan je maken. Maar ja, dat gaan we misschien ook wat doen. Kunnen we het daarna nog verkopen. Wizard! Wauw. They're serious. Hurt flower. What the fuck is dat? Oh, ik heb net trouwens ook al heel eventjes op multiplayer gezeten. Op een server die werd gerund vanaf PC vanaf de PC van mijn ouders. Daar ben ik als goed zoek zo'n ding tegengekomen. Daar is één enkele Lonely Wizard. Fijn, die is weer goed aardig. En als dat een kasteel is, dan ben ik fucked. Want ik heb echt nog geen zin om een kasteel aan te vallen. Als ik daar duizenden vijanden zitten. Yep, het is zo'n kasteel. Is dat M? Oh nee, het zijn ruïnes. Die. Stom schaap. Defeat the ruler in the ruins of Chino. Groepsgesprek van naamloos, oké. Okay. My iPad, krijg ik ineens een groepsgesprek binnen. Hij zit hieronder. Hij zit hier rechts onder. Oké. Ik weet dus niet hoe ik daar binnen ging komen. We vinden het aan wel een oplossing. Even kijken. Ja, is gewoon terug naar het stadje lopen. Dan kunnen we vanaf daar gaan we weer door naar het andere stadje. En het groene was dus een boom. Lekker.
Ik zie bijna een boom aan voor een vijand. Nou. Benny! Yay! Oké. Okay. Bunnies! Nog meer bunnies! Yay! Ik zit met een aantal bunnies tegelijk te vechten. Ik zit met konijnen te vechten. Lekker! Oké, okay, al die beesten hier zijn dood. En ik vind toch liever een campfire om daar te rusten. Was dat ook een blauwe daar? Helemaal niets, oké. Lekker, goed om te weten. Oké. Red flower. Oh. Oké. Ik moet ook dit hebben. Oh, fuck. Dan kan ik dus ook heel even niet lopen. Yay! Kunnen we verkopen. En ik ga ook petfood meenemen de volgende keer. Bunny, oké. Voor een bunny. Ik was serieus in de eerste instantie een bunny hebben. Oh, opeens een kleine lagspike. Bunny, ga dood. Nee, in het echt wil ik geen bunnies doodmaken. Maar, het is voor nu. XP! Later ga ik ook geen bunnies meer aanvallen hoor hierin. Als ik echt op hogere level ben, dan zijn bunnies ook niet echt meer sterk voor mij. Wolf! No way dat ik hier ga aanvallen. Ik ben gek, gestoord, vreemd, raar. Maar niet zo gestoord dat ik een wolf met een rode naam ga aanvallen. Wat ben jij? Ik kon ineens iets in de buurt gebeuren. Was dat goed of kwaadaardig? Het zijn die drie lizardmen weer. Ik zou het daar toch nog wel eventjes liever vanuit de buurt. Die lijken me niet echt aardig. Zijn ze ook niet, maar ik wel gemerkt. Oké. Okay. Pad natuurlijk ook weer. Oh. Maar goed, ik ga het alweer bijna beëindigen, want ik moet nog een heleboel opnemen. En met een heleboel doe ik eigenlijk bijna niks. Maar ik moet vooral veel renderen. Dus ik denk dat ik ga afsluiten dat ik in het stadje ben. Dat ik daar ook eventjes ga healen ook. En kijk, dat is het stadje al. Dus volgens mij. Ja. Oh fijn, je kan zelfs lopen als je in het menu bent. Als je in de kaart bent. Dat is wel handig. En blijkbaar. Scrub, zo kopweb. Deze zijn goed aardige beesten dus. Kijk, Ik wil ook voor de rest niks van spullen. Lekker. Oh, mushroom. Yay, mushroom. Kijken naar de in toe en dan beëindig ik het daar. Makkelijk gevonden erin. Hier is de trap naar boven, heerlijk. Oh ja, hoe je slaapt met je gezicht naar voren. Op beste kijkers, tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Binnenkort meer, uiteraard. Ook nog Portal 2, singleplayer en co-op. Ja, wat kun je eigenlijk nog meer verwachten? Tekkit, Terraria. Terraria sowieso. Tenminste, Terraria vanaf 1.2. Dus vanaf de allernieuwste update. Ben ik eindelijk weer met Terraria op te nemen. Maar goed, best kijken tot de volgende keer. Iets wat je ook nog kunt verwachten is de Tekkit Lite binnenkort.
meer Tekkit Classic, meer Tekkit Into Outer Space. Tja. Maar voor de rest kunnen jullie... ik weet niet of jullie voor de rest gewoon op mij kunnen wachten. Waarschijnlijk wel hardcore. A Legendary Survival doet misschien nog wel iets langer zelfs, dat hij eigenlijk weer terugkomt. We zijn even gestaakt met het maken, het verder maken van de map. Hier, there's nothing special. Dat is het enige wat hij eigenlijk nog zegt over dat soort dingen. Maar goed, dat gaan ze waarschijnlijk nog aanpassen. Beste kijkers, tot de volgende keer. Je hebt hier blijkbaar nog een respawn point. Peggy! Peggy! Wow. Oké, nou, beste kijkers, tot de volgende keer.